Van een deel van de gewassen die ik teel, hou ik zelf zaden over. Soms gaat het hartstikke makkelijk. Hier heb ik zaden vorig najaar opgehangen buiten onder het balkon. In een groentezakje van een grote supermarkt. Dat is een soort netje. En dan droogt het eigenlijk prima als het niet in de regen hangt. En niet in de felle zon. En dan heb je eigenlijk heel eenvoudig heb je zaden. Even schonen. Je kunt ze in een theezeefje of in een gewone zeef. Kun je het zand en de kleine deeltjes eraf zeven. En dan heb je hele mooie zaden over. Het zijn venkelzaden. Dat is een schermbloemige, net als pastinaak en peen. En trouwens ook peterselie en veel andere kruiden. En die maakt op een gegeven moment een bloeistengel. En daar haal je de zaden dan af. En dan heb ik niks meer gedaan dan ze vorig najaar in een zakje hangen. Op een plek die niet in de felle zon is en uit de regen. Bij andere gewassen is nadrogen iets meer nodig. Ik vries mijn peulen en bonen altijd even in. Daar kan een snuitkevertje, een klein kevertje die zijn eieren legt in erwtenpeulen, kapucijners, bonen, in zitten. En als je ze dan even invriest, dan gaan die eitjes of larfjes dood. Dan heb je een schoon gewas wat je dus kan zaaien of wat je eventueel kan eten als je voldoende hebt. De venkel nog even in een zakje en na jaartal erop en dan weet ik weer hoe het zit. Afgelopen najaar heb ik een groot deel van mijn zaden al geselecteerd. En soms kom je een verrassing tegen, want hier leefde een heleboel. Nou, dat is niet uit de bonen, maar het is wel een of ander snuitkevertje, vermoed ik. En in dit geval kwam die uit een gekochte voorraad zaden. Ik had namelijk als groenbemester winterroggen gekocht. En hoewel dat hier netjes in een afgesloten bak zat, zaten er dus allemaal beestjes in. Dus die hebben er of in gezeten of ze zijn aankomen vliegen. Maar het was in ieder geval een levendig geheel, wat ik niet helemaal verwacht had. En dat accentueert wel even dat het goed is om je zaden in afgesloten potten of bakken te bewaren. Koel en donker. En dus in het geval van risico bij bonen en erwten, om ze een aantal dagen even in de vriezer te leggen. En ik denk dat ik dat volgende keer bij de winterroggen ook maar ga doen.